luisteraars in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen. Radio. Hare Majesteit naar voren is gekomen in de glazen beschutting. Radio. Ja, dat is gelukt! Ongelooflijk, ongelooflijk! Hier staat de nieuwe wereldkampioen, Art Schenk. Radio. Dat spijt me. Voor Nederland. Over de hele wereld zijn er duizenden en nog eens duizenden radiostations. Nederland kent 5 Hilversumse zenders en 8 commerciële stations. Maar er is 1 radiostation dat altijd anders is dan alle anderen. Een station dat dingen doet die niemand anders durft te doen. Een station dat altijd een eigen koers vaart met een eigenzinnige en scherpe visie op alles en iedereen. Dat station heet Radio Veronica. Een van haar DJ's is Jeroen van Inkel. De vraag is alleen, are you ready? Dat is de vraag. Are you ready? Ik ben er klaar voor. Are you ready? En hoewel we het heel lang hebben kunnen tegenhouden, moet je er nu toch aan geloven. We hebben er nog uitgebreid met hem over gepraat. Maar hij wilde het echt. Van Enkels Choice. I am the morning DJ on WVOO. Tot besluit van deze cd een hoofdstuk voor de ware liefhebbers. De Airchecks. Kortom, einde ster. Start jingle. Here he is, Mr. Personality. Goedemiddag. Jeroen van Inkel. Oh, Caroline. Hey, Caroline. Ooh, yeah, yo. Telephone, Caroline. Where is she from? She's from Nieuwegein. Wijchen. Nieuwegein. 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 That's what I said. Zit je goed, Caroline? Ik bedoel, Caroline. Caroline. I am sitting right. Okay. Guys, are you ready? Let me tell her who I am. Yep. The fresh princess, who I am. Yep. To tell my mother that I never make a whack jam. Uh-huh. But sometimes I get into nervous and start to stutter. And I fumble every word I utter. So I just try to chill. But it gets worse still. I need the crowd to get into it. They help me calm down and I can get through it. Top of the line, you got me kicking around for my homegirl, sweet and sexy, named Caroline. Way up out of here right now, but stay sweet, girl. Ow. As I'm gonna end all my rhymes now. Is that the new ending of all your rhymes? Yeah, yeah. Just Was he lekker or was he lekker, Caroline? It was good. Hey guys, I love you and I'd like to take you out of it. On the town if you were still staying here, but I don't think so. Yeah, we gotta go, Caroline, but we'll be thinking about you. Yeah. Oh, ik heb nog een vraagje voor je. Hoe krijg je een staande ovatie? Hoe krijg je een staande ovatie? Verstop alle stoelen. Ik heb hem niet zelf verzonnen. Ik weet van niks. 6:10. We gaan zingen met de Temptations. Ze zingen over mijn dochtertje. I got sunshine. Een brokje serieuze informatie. Want in verband met de vele ontsnappingen uit de gevangenissen de laatste tijd zijn wij zelf op onderzoek uitgegaan. We zijn op iets ongelooflijks gestuurd. Eigenaar van een commerciële gevangenisbedrijf. Aan de telefoon hebben we Arie van Stijfselstein. Arie, waar woon je precies? Dat gaat er nou even niet om. Lijkt me niet van toepassing. Maar niet belangrijk. Je exploiteert een commercieel gevangenisbedrijf, begrijp ik. Ik run een gezellig tentje. Ja. En voor de rest, alles wordt geregeld en... Nou, één keer in de maand organiseren we voor alle gasten een uitbraak.
En dat wordt dan gezamenlijk een beetje aangepakt. Iedereen denkt mee en iedereen heeft zijn eigen inbreng erin. Ja. En wat we ook wel eens doen, gewelddadig uitbraak. Nou, dat is het allemaal feest. Dan mogen ze dus een van de bewakers molesteren. Adviseren jullie ook buiten de deur? Of, Ja, we geven een heleboel gevangenissen. Benaderen ons de laatste tijd en zeggen van... God, Ari, vertel ons nou eens hoe we zo braakgevoelig kunnen worden. En waar schuilt het aan? Want we hebben de laatste jaren bijvoorbeeld geen uitbraken meer gehad. Hoe kunnen we dat voorkomen? Want subsidiegelden worden eigenlijk levensstrekt aan die gevangenissen... die een quota halen van het percentage van de mensen die ontsnappen. Oh, ja. Ik snap hem, Ari. Ja. Het wordt mij heel veel duidelijk. Nou, dankjewel voor het verhelderende gesprek. En dan nu, in het kader van verbeter uw Engels, is hier... Een bericht waar je wel of niet je voordeel... Kijk zelf maar. Mee kan doen. Misschien ook eigenlijk niet. Nou ja, zie maar of zo. Hartelijk welkom bij de Engelse les. De les die bewijst dat werkelijk iedereen Engels kan leren. En om dat te bewijzen hebben wij Klaasien uit Zalk bereid gevonden te fungeren als proefkonijn. En je weet het, dat is Test Rabbit. Test Rabbit. Vandaag les 3. Hallo Klaasien. Hallo. En dan zeg je... Very nice to see you. Heel goed. Vandaag concentreren wij ons op de TH-klank van this and that. Nu is het jouw beurt, Klaasien. Wij komen uit deze richting. We come from this way. We come from this way. Nee, niet this way. Not this way. This way. This way. This way. This way. This way. Weet je wel wat het is? In Holland gebruiken we het als er schurft is op dieren. Dan kun je het fijn wrijven, gedroogd. En met een of andere zalf aanmengen. Dan is het goed tegen schurft. U hoort het. Werkelijk everybody can English leren. With the English class. En thank you very much. Dear Klaasien. Come here. Then you get a kiss. I thank you very much, John. Nee, niet lachen, niet lachen. Niks aan doen, joh. Het is een hele andere generatie. Oude, UB40, die zanger, die heeft zo'n hekel aan zijn schoonmoeder. Hij heeft een zogenaamd schoonmoederbankstel gekocht. Dus met geen mogelijkheid in een bed te veranderen. Can't help falling in sleep with you. Dit was Rinkel de Kinkel. Bedankt voor het voelen. Morgen kan het weer. De aankondigingen van Jeroen van Inkel zijn van tevoren opgenomen voor een live publiek.